enkele oefeningen op de benaderingsregels. Ik maak een product van twee meetresultaten en dan zegt de regel dat mijn eindresultaat hetzelfde aantal kenmerkende of beduidende cijfers moet hebben als het meetresultaat met het minste aantal. 41,80 maal 3,76. Als je dat op je rekentoestel uitrekent, bekom je 157,168 vierkante centimeter. Goed. 41,80, vier beduidende cijfers. 3,76, drie beduidende cijfers. Mijn eindresultaat mag slechts drie beduidende cijfers hebben, vandaar 157. De snelheid van een auto is 173 meter gedeeld door 5,3 seconden. Uitgerekend op uw rekentoestel wordt dat 13,773589057 meter per seconde. Weer de rekenregel toepassen. 173 meter, drie beduidende cijfers. 5,3 seconden, twee beduidende cijfers. Mijn eindresultaat mag slechts twee beduidende cijfers hebben. Dus moet ik die 13,77 en zoveel gaan afronden, wordt dat 14 meter per seconde. Waarom afgerond naar boven? Wel, het getal dat ik moet weglaten, die 7, is groter dan 4. Oppervlakte van een driehoek. 824 meter maal 56 meter gedeeld door 2. Op het rekentoestel wordt dat 23.072 vierkante meter. Opgelet, ik moet kijken naar het aantal beduidende cijfers van de meetresultaten. 2 is geen meetresultaat, 2 is een constant getal en heeft een oneindig aantal beduidende cijfers. 824 heeft er 3, 56 heeft er 2. Dus moet ik afronden of moet ik het meetresultaat gaan schrijven met twee beduidende cijfers? Dat wordt dus 23 maal 10 tot de derde vierkante meter. Hoe zit het nu met de rekenregel voor een som of een verschil? Dan gaan we niet meer moeten kijken naar het aantal beduidende cijfers, maar wel naar de nauwkeurigheid. Mijn eindresultaat zal dezelfde nauwkeurigheid hebben als het minst nauwkeurige meetresultaat. 41,8 meter plus 3,76 meter is 45,56 meter. Het eerste meetresultaat is tot op 0,1 meter nauwkeurig, het tweede tot op 0,01 meter. Het minst nauwkeurige is tot op 0,1 meter, dus mijn eindresultaat moet geschreven worden tot op 0,1 meter. Dus dat wordt 45,6 meter. 0,6, want het getal dat ik weglaat, 6 is groter dan 4. Dus rond ik af naar boven. 234 kilogram min 2,735 kilogram min 0,45 kilogram is 230,815 kilogram. Zo verschijnt het op mijn rekentoestel. Het minst nauwkeurige meetresultaat is tot op 1 kilogram nauwkeurig. Dus mijn eindresultaat moet tot op 1 kilogram nauwkeurig zijn. Dus moet ik die 230,8 gaan afronden, wordt dat 231. Want de 8, het getal dat ik weglaat, is groter dan 4. 4,20 meter plus 3,442 meter plus 7,0 meter is gelijk aan 14,692 meter. Mijn minst nauwkeurige meetresultaat is 7,0 meter, is tot op 1 tiende van een meter gemeten, dus moet mijn eindresultaat ook tot op 1 tiende van een meter gemeten worden. 14,7 meter.